Hallo allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Sparkles of Make-up. Zoals jullie wellicht aan de titel hadden gezien, gaat deze video over trouwen. Ik ga namelijk een serie maken rond de voorbereidingen en de trouw zelf, want wie het nog niet wist, ik ben verloofd. Dus dat ga ik doen, daar kijk ik heel erg naar uit. Het artikel is al klaar, het komt morgen online, dus als je liever leest, dan moet je morgen even kijken op mijn blog. Maar voor degenen die mij op YouTube volgen, ja, vindt er een dag eerder plaats. Het is niet zo. En ik wil het vandaag graag hebben over de datum en het budget. Want dat zijn toch wel de twee eerste stapjes die jullie zetten wanneer jullie verloofd zijn. Dus die twee dingen gaan aan bod komen vandaag. En ik wil vandaag graag beginnen met het budget. Want daar zijn wij ook mee begonnen. De datum, dat was wat moeilijker om te bepalen, omdat wij graag in ons huis zouden zitten. Wij zijn ook aan het bouwen, ja. Die updates komen ook op mijn YouTube-kanaal en op mijn blog, dus hou het zeker ook in de gaten als jullie daar geïnteresseerd in zijn. Maar dus, wij wouden graag in ons huis zitten en vandaar dat we hebben moeten wachten tot de architect ons daar een antwoord heeft op kunnen geven. Dus ik begin met het budget. Het budget hebben wij vastgesteld op een 20.000 euro, niet meer, zeker en vast niet. Minder is altijd welkom natuurlijk. En we hebben dat eigenlijk gedaan, hoe zijn we daar opgekomen, zal ik het zo zeggen. We zijn eigenlijk gewoon beginnen zoeken op Google, want in zo'n geval is Google je beste vriend. En ik denk dat we gewoon iets hebben ingetypt van hoeveel kost een gemiddelde bruiloft of dat soort dingen. En overal kwamen we wel een gemiddelde van 20.000 tegen. En natuurlijk heb je er met meer geld, die dus ook meer kunnen uitgeven, die nog exclusiever zijn. Je hebt er ook die veel minder betalen dan die 20.000. Maar wij zijn eigenlijk vertrokken van, gemiddeld kost het 20.000 euro. En dan zijn we ten eerste gaan kijken van, wat kunnen we de komende jaren sparen? Want we trouwen niet in 2017, maar in 2018. Dus wat kunnen we, op die termijn sparen? Kunnen we dat, kunnen we 20.000 euro sparen op die termijn? En dat soort dingen. Wat zijn onze andere uitgaven? Wat zijn onze kosten? Wat kunnen we opzij zetten? Wat niet? Dat soort dingen hebben we eerst bekeken en vergeleken natuurlijk. En daaruit kwam toch wel dat wij 20.000 euro toch wel zouden kunnen sparen. Dus dat is zeker en vast mooi meegenomen. Plus, je moet wel ergens een rekening houden. Dat hebben wij nu niet gedaan. We zijn er gewoon van uitgegaan dat wij die volledige 20.000 zelf moesten betalen. Je krijgt natuurlijk ook nog van je gasten en dat soort dingen. Dus het is toch niet die hele 20.000 wat je dan zelf gaat moeten betalen. Maar goed, toen dat klaar was, dat we dat konden sparen, toen was eigenlijk het budget bepaald. Dat heeft wel eventjes wat zoekwerk gekost en dat soort dingen. Maar dat is normaal en dat is er ook zeker aan vast waard. Want je moet niet zomaar zeggen, oh, 20.000 euro, dat is gemiddeld. Terwijl je bijvoorbeeld niet kan betalen, dan kom je in de problemen. Dus dat was wel belangrijk natuurlijk, die eerste stap. En wat ik dan eigenlijk heb gedaan is, dat hangt ook een beetje vast aan het budget, want overal op internet, als je dan intypt hoeveel kost een gemiddelde bruiloft, kom je wel een 20.000 euro tegen. En hier en daar een paar kostenplaatsen, zal ik maar zeggen, kostenposten, die uitgedrukt stonden. Dus bijvoorbeeld een trouwkleed kost gemiddeld zoveel euro, catering kost gemiddeld zoveel, maar van sommige dingen vond ik bijvoorbeeld niks terug. En ik wou toch wel graag weten hoe ver ik in welke dingen kan gaan. Dus ik heb voor mezelf even opgezocht welke kostenposten beschikbaar waren op internet, waar een gemiddelde van was. Dat gemiddelde heb ik dan overgenomen. En dan ben ik gaan kijken, wat heb ik nog over van mijn 20.000 euro? Hoeveel gaat dat ongeveer gemiddelde kosten? Hoeveel dat, hoeveel dit? En een beetje zelf een schatting gemaakt natuurlijk ook. Dus op die manier heb ik dat gedaan en op die manier ga ik die planning dan ook volgen. Natuurlijk kan het altijd zijn, als je bij de offerte van de catering en de zaal en zo, kan het natuurlijk altijd zijn dat je iets duurder uitkomt dan dat je gepland had. En dan zal je op een andere post moeten gaan sparen en dat soort dingen. Zo gaan wij te werk in ieder geval. En daar stonden we alle twee dan ook wel direct achter. En ik denk ook echt wel dat dat een goede manier is om echt niet boven je budget te geraken. Dus zo gaan wij het doen.
En dan wil ik jullie ook graag nog even de datum meedelen, want ondertussen hebben wij wel een datum. Het was vanaf het begin al duidelijk dat wij in 2018 zouden trouwen. Welke datum wisten we nog niet natuurlijk, maar 2018 zou het sowieso zijn, omdat tegen dan heel misschien ons huis gaat af zijn. Dus vandaar 2018 en dan zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar mogelijke datums. Ik had zoiets van, ja, nu ben ik verloofd, nu wil ik ook wel niet 2 jaar wachten. Dus bijvoorbeeld tot augustus 2018, eer we gaan trouwen. Want ja, dan moet ik nog 1 jaar wachten eer ik effectief iets kan gaan beginnen te regelen. Dus dat vond ik dan niks. Dus hebben we sowieso een paar maanden vervroegd. Oh ja, eigenlijk een half jaar. Want nu gaan we binnen 1,5 jaar trouwen. Namelijk op 14/4/2018. Dus 14 april 2018. En die datum betekent op zich niet zo heel veel. Ja, de 18e zijn we dan wel 3,5 jaar samen. Dus daar kunnen we misschien wat naar verwijzen. Maar het is ook vooral, ja, 14 plus 4 van april is ook 18. Misschien is het iets typisch voor mensen die in de financiële sector zitten of zo, dat ze dingen altijd maar optellen. I don't know, maar mijn vriend had toen ook wel vrij rap door. Dus ja, dat maakt hem ook wel een beetje speciaal. Vinden wij toch wel, misschien voor anderen natuurlijk niet. Maar ja, dat wordt onze datum. Dus vanaf nu is het alleen maar aftellen. Ik ga even mijn gsm erbij nemen. Nu ik dit filmpje opneem, is het vrijdag 28 oktober. En vanaf vandaag geteld is het dus nog 533 dagen tot onze trouw. Dus dat is echt wel nog heel lang. Maar ja, we moesten ook rekening houden met mijn zus bijvoorbeeld. Die komt wel in 2017 al terug, maar in juli. Dus daarvoor ging sowieso niet, daarna wel. En ik wil ook dat zij, ja, bij veel dingen betrokken is. Gelijk bij het trouwkleed al gaat dat een klein beetje een moeilijke zaak worden. Maar ja, we moeten kijken natuurlijk. Maar ja, ik wil haar daar wel bij betrekken, bij die voorbereidingen en al dat ding. Al die dingen die geregeld moeten worden. Dus vandaar dat ik ook wel het plezant vind dat het nog zo lang duurt. Want ja, we zijn nu wel al bezig met de zaal. We sturen haar foto's door. Zodat zij ook weet van, dit is hun idee. Dit vinden zij mooi, dat soort dingen. En dan kan zij ook haar zegje doen. Dus ja, dat vind ik wel heel erg fijn. Ik ben heel blij dat we het eens zijn geraakt. En heel snel eigenlijk. Eens zijn geraakt over het budget. En ook vrijwel snel eens over de datum. Ik had natuurlijk veel liever volgend jaar al willen trouwen. Maar ja, met de bouw is dat natuurlijk niet mogelijk. Daardoor hebben we ook een aparte planning. Want de meeste planningen die je via de apps of op internet vindt, die gaan uit van 1 jaar tot 1 jaar en 2 maanden voorbereidingstijd. Ik heb een eigen persoonlijke planning opgesteld. En heb al die taken die moeten gebeuren eigenlijk verspreid over 4 maanden extra. Dus over 1,5 jaar. En ja, daar zijn we nu mee bezig. En het is echt wel heel erg leuk. De eerste stapjes zijn genomen. Dus nu kan het alleen maar beter worden. Hetgeen waar ik natuurlijk het meeste naar uitkijk, dat is ja, de trouwjurk passen. Maar dat is echt nog heel ver weg. Dat duurt nog wel eventjes. Maar het volgende wat denk ik op de planning staat, zijn nu 2 trouwbeurzen in november. Die zal ik ook vloggen. Daar ga ik jullie ook naar meenemen. Moesten jullie toekomstige bruidjes zijn, dan weten jullie of die beurs al dan niet de moeite is om te doen. En in december gaan we ook nog iets heel leuks, iets heel spannends doen. Wat dat precies gaat zijn, dat zullen jullie waarschijnlijk in januari zien. Of misschien op het einde van december. Maar ook dat is heel erg leuk en kijken we alle twee ook wel naar uit. En de zaal moet in december waarschijnlijk ook vastgelegd worden. Dus er staan nog leuke dingen op de planning. Leuke dingen die ik jullie allemaal kan laten zien in deze wedding preps video. Dus zeker en vast abonneren zou ik zeggen. En doe een duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden. Laat ook zeker en vast een reactie achter als jij het leuk vindt. Ik vind dat in ieder geval heel erg leuk. Want op die manier weet ik ook of ik goed bezig ben of niet. Dus zeker en vast doen en dan zie ik jullie heel snel weer terug. Dag!